We staan hier aan misschien wel de beroemdste voetbalstraat van Nederland, de Vetkampstraat. En hier achter mij zie je het supportershome van het stadion van Go Ahead Eagles. En de sportvereniging van de Go Ahead Eagles heeft het home vanavond ter beschikking gesteld voor een heel bijzonder diner. Het dak- en thuisloze diner. Het diner wat georganiseerd wordt al heel wat jaren door de Emmanuel gemeente, een kerk gevestigd hier in Deventer. In dat supportershome worden vandaag zo'n 500 gasten verwacht uit verschillende lagen van de bevolking. Met name de minder bedeelden. Zij komen hier met een hele gezin dineren en ook na afloop mag men nog een warme trui of een warme jas uitzoeken, zodat men ook weer lekker warm naar huis kan gaan te genieten van de komende periode. Laten we eens binnen gaan kijken of ze het een beetje naar zin hebben. Zo, nou, je hoort het al, het is hartstikke gezellig hier, het grondstaande gezelligheid in het supportershome waar normaal de fans van Go Ahead Eagles bij elkaar komen voor en na de wedstrijd. Maar vanavond is het een tikkie anders. Vanavond is hier een groot diner. Een van de organisatoren, Paul Pneumonia. Het zal je vast goed doen, zo druk het al is. Dit is het mooiste moment voor mij. Als ik al die gasten zie, zijn aan het kletsen, ze zijn aan het genieten, ze eten, ze worden bediend. Dit is voor mij, dit is het belangrijkste moment. Hoe is dat financieel in elkaar gezet? We hebben een plan ingediend bij de gemeente Deventer. En die hebben een gift gedaan van 5000 euro. Dus die hebben een flinke bijdrage, die hebben we goed kunnen gebruiken. En vanuit Emmanuel Kerk zelf. We hebben een gift van 7000. Het wordt al lekker gegeten. Laten we eens gaan kijken of het ook een beetje smaakt natuurlijk. Dan moet het ook van belang. Dag mevrouw, goedenavond. Smaakt het een beetje? Ja, het is heerlijk. Het is lekker. Heerlijk. Ja, ja. U bent hier met het hele gezin? Ja, dit is mijn gezin. Ja. Hoe wist u dat dit vanavond georganiseerd werd? Nou, wij lopen bij de voedselbank en die hebben ons hiervoor opgegeven. Ik vind het heel leuk om met mensen te praten. En, eigenlijk, ik woon alleen. En sommige tijd ik heb stress. Yeah. Alles, ik kom bij mensen en gezellig praten en iets leuks te doen. Ja, eigenlijk, ik vind het heel leuk. Ik heb shawarma, Turks en friet. En Coca-Cola. We staan hier bij de kledinguitgifte en het wordt langzaam maar zeker druk. Laten we kijken of ze wat kunnen vinden. Heeft u al wat leuks gevonden voor uzelf? Ja, ik heb het heel leuke dingen gevonden. Dat is een deze jas. Oh, u heeft deze hele mooie jas gevonden? Ja, deze hele mooie jas. Met deze tijden heb je nodig. Ik ben blij dat de organisatie, hoe ze dat doen hier, ben ik zeer, zeer tevreden. Zoekt u nu iets specifieks? Nee. Maar gewoon een beetje warme jas. Goeie warme jas. Ja. Succes met zoeken. Vecht voor wat je waard bent, want je bent het waard. Blijf ten alle tijden in jezelf geloven. Hoe hard het leven je ook raakt. En blijf ten alle tijden doorgaan. En ga je dromen achterna. Kinderen van 3 tot en met 10 jaar die krijgen allemaal een Disney goodiebag mee, want we hebben een Disney thema met allemaal verschillende soorten speelgoed. En voor de oudere kinderen hebben we ook wat vanaf 12 jaar. Daar zit een JBL-boxje in, maskertje, lippenbalsem voor de meiden. Hoe hebben jullie dat allemaal bij elkaar verzameld? Wij hebben een oproep gedaan in onze kerk en we komen uit een hele vrijgevige gemeente. Dus mijn hart wordt er helemaal warm van dat al deze mensen gewoon die cadeautjes hebben gekocht voor de kinderen die waarschijnlijk niks krijgen. En dat is toch zo mooi dat wij mogen geven. En daar gaat het bij ons om. Nou, je hoorde het en je zag het. Het was een enorm geslaagde avond hier in de supportershome onder het stadion van Go Ahead Eagles. Prachtig initiatief van de Emmanuel gemeente uit Deventer hier, die de mensen een heerlijke avond hebben bezorgd. Fantastische kerstgedachte. Fijne kerst.